Hey, fijn dat je kijkt. Ik ga in deze video weer een kijkersvraag beantwoorden. Zonder fluff, zonder bullshit, straight to the point. En wil jij trouwens wekelijks van mij de beste tips ontvangen omtrent je business Of wil je een gratis training over product research inzien van anderhalf uur, waarin ik alles, alle ins en outs gedetailleerd uitleg over hoe ik dat proces aanpak? Check dan even de omschrijving. Om je in te schrijven en voor nu veel kijkplezier. Raad je aan om je gehele voorraad bij je fulfillment center te stallen en vanuit daar door te schakelen? En die als jij geen plek hebt in huis of als LVB niet al je producten kan stallen, dan is er geen andere mogelijkheid, denk ik. En fulfillment center is de meest ideale, simpele oplossing die je kan inschakelen om dat stukje op te lossen. Uh, ik heb er vanaf het begin al um, uh, uh, gebruik van gemaakt. Ik heb er niet heel veel positieve ervaringen mee. Echter, het past uiteindelijk niet meer bij mij thuis. Ik heb ook nog een, uh, uh, een andere opslag. En, uh, en, en, en ja, je kan ervoor kiezen om zelf alles te verzenden. Dat doen heel veel mensen. Prima als dat binnen jouw tijdschema past en je hebt er ruimte voor. Dan kan je dat prima doen. Echter om te schalen. Um, en om meer tijd vrij te krijgen, dan, dan is een fulfillment center um, echt de, de must go. En LVB is ook een fulfillment center en Amazon FBA is ook een fulfillment center. FBA is wat flexibeler, zoals ik net zei. Zij vervullen uh, zelfs jouw Shopify-bestellingen, jouw WooCommerce-website-bestellingen. Um, Dat kan weer niet met een um, LVB-fulfillment. Um, echter, een standaard fulfillment center, zoals een MontaPacking, zoals een QLS, zoals een Fulfilly, zoals Avado, zoals wat dan ook. Er zijn een boel fulfillment centers. Ja, die kan je dus inschakelen om uh, al jouw verkoopkanalen aan te koppelen. Het zij het Bol is, het zij je Shopify, het zij je WordPress, het zij Amazon, het zij Vida Excel, Blokker, wat dan ook. Die kan je dan allemaal aan je fulfillment center koppelen. Om vanaf daar te schalen. Dus als je de tijd en ruimte hebt thuis of bij je opslag, ja, dan kan je het prima uh, daar opslaan. Maar voor schalen en voor uh, tijdbesparing raad ik Fulfillment Centra's aan om, om vanaf daaruit te werken. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief en om je in te schrijven voor de gratis Product Research Training van een half uur. Dankjewel, tot de volgende keer.